van die wanden. Wat de hel? Ik schrok me de tering. Dat is een NL-alert. Wat de hel. Hallo mensen van GamingSB, welkom bij een gloednieuwe video. En we zijn er weer met een nieuwe Mario Bros. Voor de DS. En ja, daar gaan we gewoon lekker mee verder. Ja, dus ik had... ai, dat is jammer. Dit is zeer jammer. Oké. Oh, we hebben nu al... Oké, dat is snel. Dat we nu al een vlag hebben. Meestal is dat wel later, toch? Nou ja. Weet je wat? Ik doe niet moeilijk voor deze keer dan. Zo, deze gaan neer. Alhoewel, dat ging niet zo soepel als gehoopt. Oké, wat is dit? Zal ik hier doorvallen? Ja, ik denk het wel, hè. Oh, dit is een ster. Dat is dan weer zonde. Ah, ja, oké, dat viel te verwachten. Oké. Dat is niet chill. Ah, ik was ook... Dat was ook bijna het einde. Oh, dat is jammer. Oké, misschien moet ik hier dan... Kan ik daar beter niet naar onder. Dan kan ik zo... Alhoewel, dat maakt ook niet heel veel uit. Oké, gewoon rushen. Nu. Denk ik. Huh? Ja. Oh, net geen one-up. Dat vind ik dan jammer. Dat is ook zeer jammer. Balen. Balen dit. Maar. Op zich. Het kan slechter. Oké, gelukkig zijn we wel straks van die hamerbro af. Maar dit is wel een spookhuis en zoals jullie misschien wel weten ben ik niet goed in spookhuizen. Dus dit wordt nog wat. Zo, eens even kijken hoe dit spookhuis verloopt. Ja, oké. Nice. Een mushroom. Dat is al mooi dat we die direct hebben. Oké, hier komt zo'n gasje aan. Oké, hij loopt nu de andere kant op. Oh, no. Oké. Ja. Oké, let's go. Dat was zieke skills. Nou, valt wel mee, maar... Oké. Wat... Welke kant moeten we op, überhaupt? Dat is... Wat is daar dan? Oh, dat is voor een ster, daarboven. Ja, oké. Nou, dat boeit niemand. Dus... ja, dat scheelt. Oh, hij komt op me af. Oké. Hoe ga ik die gast verslaan? Is alleen even de vraag. Oh, wacht, hier kan die natuurlijk niet bij. Hier is een vraagteken. Misschien is dit een power-up. Ja, het is een power-up. Oké, wacht. Yes, je kunt ze neerhalen met een fireball. Oké. Nice, die is ook neer. Oké, ik heb geen idee hoe je daar komt. Dan hopen we maar dat dat niet de goede is, zeg maar. Niet de goede route. Oké. Ik hoor wel boost, dus ik denk... Oh. Holy damn. Dit ding, ik schrok me echt helemaal de pleuris, man. Wow. Waarom valt hij naar beneden? Oh. Ah. Dat was een... oh no. Dit is echt zonde. Dat was echt zonde van mijn film. Maar goed, maakt niet uit. Maakt niet uit. We hebben in ieder geval een mushroom. En daar gaat het uiteindelijk om. Oh, bijna. Weer bijna, hè. Ik weet niet wat het is vandaag, maar ik heb steeds bijna een one-up. Maar goed, bijna is het niet helemaal. Dat is jammer, maar... Oh, voor die andere moet je... Denk ik de geheimen vinden. Ik denk dat we dat dit keer niet gaan doen. Ik denk dat we... Ik wou oorspronkelijk, zeg maar, 100%. Maar, oh, dit is een autoscroller. Oh, jee, daar ben ik ook zo goed in. No. Dit zegt wel. Oké. No. Ik wou wel dat we die ene kwijt zijn. Die, hoe heet het? Die, dat vliegende blok, zeg maar. Maar goed, maakt niet heel veel uit. We hebben nu wel de mushroom. En ja, dat scheelt. Oké, oh, een boelebil. Een boelebil. Oké, ik weet nu wel een beetje hoe die gaat. Wat scheelt... Waarom is dit een autoscroller? Nou. Nee, dit is echt balen, man. Dit is echt balen. Oké, een mushroom, nice. Die gaat me wel kunnen helpen misschien. Alhoewel, dit stukje zit er natuurlijk ook mee. Ja, oké. Nu moeten we ook oppassen. Op zich gaat hij goed. Oh, oké. Hier, oké, hij heeft hem daar. Oké, dit is zeer chill. Oké, die bullet ontwijken. Oké, niet gaan voor die rode coins. Dat boeit nu eventjes niet. We willen winnen. Ah, mijn mushroom. Nou ja, dat geeft op zich niet. Nee. Ga nou weg of zo dan. Oh, ik vind dit zo... Dit is zo stressvol. Echt waar. Poef, poef. Oké, maar we gaan op zich best lekker. Geef me gewoon die vlag. Dan ben ik tevreden. Nee, nee. Oh, dit is dan echt weer zwaar balen. Oké, maar we hebben de mushroom, wou ik zeggen. Maar die hebben we niet. Oké, we kunnen de mushroom aan onszelf geven. Niet dat het ons veel makkelijker gaat maken, denk ik. Want... ik val de hele tijd gewoon in de void. Dat is wel een beetje... Oh, we moeten zo. Oké, die one-up is gone. Daar ben ik vrij zeker van. Oké. Dit moet lukken. Ah, ik hoopte dat daar een ding in zat. Oké, deze kunnen we ook... Ah, die kunnen we inpakken. Maakt ook niet uit. We gaan niet voor de sterren. Oké. Dit is wel te doen. Dit is wel te doen, denk ik, hoor. Oké, ik zit alleen met die Koopa Troopa. Ik wou net zeggen. Oké. Dit is misschien de vlag. Ja, nice. I did it. Oké, nu alleen nog de... Hoe heet het? De castle. Jammer dat we geen... Fire Flower of iets hebben. Ik kan wereld 1 even spelen zodat ik een Fire Flower heb. Oké, dus we gaan met de Fire Flower de castle in. Ik heb een goed gevoel over. Oh, dit is met switches. Of, nou ja, met van die banden. Wat de hel? Ik schrok me de tering. Dat is een NL alert. Wat de hel? Ja, godver. Oh no. Fire Flower. Oké, wat ik kan doen. Ik heb. Nadat ik die Fire Flower heb. Ik een safety. We hebben natuurlijk een extra. Oh wacht, we hebben natuurlijk de extra. Dus in principe kunnen we. Hebben we de Fire Flower nog steeds. Dan zijn we in principe gestart. Met. Ja, hetzelfde gestart. Dat wou ik zeggen. Oké. Let's go. Oh. Ja, phew. Ik dacht eventjes, oh help. Maar zo heel oh help was het niet. Want het ging gewoon goed. Oké. Oké. Ik moet eventjes die... Ja. Ik ga voor de veilige route. En niet voor de... hoe heet het? No. Voor de ster. Dat wou ik zeggen. Oké. Ik zit echt full on focus mode. Nee. Oké, we hebben... het voordeel is dat we nu steeds een mushroom hebben. Aan het begin. Die dry bones zijn haast nog het lastigst. Omdat je natuurlijk een fire flower hebt. En die gaan niet dood door die fire flower. Nee. Oeh. Ik was echt geschrokken van die NL-alert, jongens. Oh, dat was echt eventjes... nee, oh, dat is echt balen. Oké, geeft niet, geeft niet. We pakken hier een mushroom, want hier staan we schijnbaar veilig. Oké, die piranjeplant is eraf. Oké. En dit is ijs. Oké, daar ben ik ook slecht in. Oh. Oké. Maar hier is wel weer ook een power-up. En dat is een Fire Flower. Did I just not fuck that up? What? Nog Firebloom. Daar hebben we niet heel veel aan dan nu. Maar dat geeft niet. Oh. Oké. Oeh, lekker veel coins wel. Nee! Oef, die doet pijn. Maar dat geeft niet. Geeft niet. We hebben wel een checkpoint. En we kunnen natuurlijk gewoon de vuurbloem. Dus dat scheelt wel. Misschien moet ik dit gewoon altijd doen. Altijd als ik een ding eens begin. Hoe heet het? Een level. Gewoon... Oh, een ster. Oh, dat is wel super chill. Dat is wel super chill. Oké, nu hier gewoon niet vallen. En gewoon rennen. Gewoon rennen. Gewoon rennen. Ah, dat is dan weer jammer. Ik heb er niet heel lang gebruik van gemaakt. Maar dat geeft in principe niet. Ik bedoel... Zolang we winnen, vind ik het best. Oh, dat was... Oké, wat we kunnen doen... Nee, ze komen op me af. Oké, ik ga hier de Fire Flower. En dan hopen dat ik hem... Wat, die goot is weg? Chill. Super chill. Oké, let's go. En het is Bowser Jr. met een grote piranjeplant. Jee. Nee. Wat doet deze? Oh. Dit is... Is hij dood? Is hij dood? Ik was echt zo gefocust bezig. Nou ja, volgens mij is hij dood. Nice. Dan hebben we het gehaald. Nou ja, dan weet je wat ik ga zeggen. Vond je dit een leuke video? Doe dan een blauwe duimpje omhoog als je niet... Vertel even waarom. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een gloednieuwe video. Later.